Wat is de juiste houding bij mantelzorg? Ik verwijs hierbij ook naar aflevering 14 van mijn podcast Van Pijn naar Zijn. De link naar die podcast vind je in de beschrijving onder dit filmpje. En ik spreek over dit onderwerp vanuit het perspectief van familieopstellingen, wat gezien wordt bij familieopstellingen. Allereerst de mantelzorg naar je ouders. Als je in de juiste positie staat als kind ten opzichte van je ouders, dan ontvang je als kind en van je ouders neem je alleen. Dan kan de levensenergie stromen van je ouders naar jou en geef jij die energie weer door aan jouw kinderen of als je geen kinderen hebt, aan een project. Bij mantelzorg is het zo dat je de dingen die jouw ouders van je vragen, die zij zelf niet meer kunnen, om die voor hen te doen. Zij vragen jou om dingen voor jou te doen. En dat is goed als kind om dat te doen. Om in die zin je ouders te steunen in wat zij zelf niet meer kunnen. Maar alleen tot aan jouw eigen grens. Je hebt waarschijnlijk zelf ook kinderen of werk of datgene wat jij in jouw leven wil voor jouzelf. En als je ouders je overvragen in de zin van dat ze meer vragen dan wat jij kunt doen, redelijkerwijs kunt doen, dan is het goed om daar je grens te stellen en dat ook uit te spreken. Dat dit kan ik doen en dat wordt te veel voor mij. Heel vaak zie je dat het jongste kind, het kind is dat de meeste mantelzorg doet. Omdat er in het gezin iets is van dat het oudere kind steeds ook zorg draagt voor het jongere kind. Dus de oudere kinderen dragen zorg in zekere zin voor de jongere kinderen. En het jongste kind draagt dan weer zorg voor de ouders. Dat is wat vaak gezien wordt. Maar het belangrijkste is om te zien dat dat wat je voor je ouders doet in de mantelzorg, dat dat niet interfereert met de positie houden als kind van kind van je ouders. Dus dat je voor het belangrijkste stuk, het als kind zijnde, van je ouders ontvangt wat zij jou geven. Ook al doe jij dingen voor je ouders, ondersteun je ze met praktische dingen of met lichamelijke zorg, of door boodschappen te doen, of door de financiën te doen. Dan nog is het belangrijk om in de gaten te houden dat jij voor het allerbelangrijkste stuk blijft ontvangen van je ouders. Dat je door het doen van die dingen van de mantelzorg niet een positie inneemt als ouder van je ouder. Want dat ben je niet. Je blijft het kind. En het kind wat zoveel ontvangen heeft van de ouders. En het grootste en belangrijkste geschenk dat je ontvangen hebt, is het leven zelf. Het feit dat je hier op aarde bent, komt omdat je ouders jou het leven hebben doorgegeven. En voor je gezorgd hebben en je moeder jou gedragen heeft op gevaar van eigen leven ook geboorte heeft gegeven. Dus
En zoveel 24 uur per dag zorg gedragen heeft voor jou. Dus dat is heel belangrijk, want het ego of het niet om kunnen gaan met ook een stuk zorg nodig hebben van je ouders, kan het gaan overnemen en kan je in de verkeerde positie zetten van het aannemen van de rol van je ouders. En dat maakt je ouder dat je de waardigheid van je ouders, de kracht en de waardigheid, niet respecteert. Want ook als ze hulp behoeven, betekent dat niet dat zij inboeten aan kracht en waardigheid. Als het gaat om de mantelzorg voor een partner, dan is het belangrijk dat er gelijkwaardigheid is in geven en nemen. En als jij heel veel mantelzorg geeft aan je partner, dan is het belangrijk dat je partner ook teruggeeft aan jou. En dat geven, dat teruggeven kan ook zijn de dankbaarheid naar jou. Het dankbaar zijn voor wat jij voor hem of haar doet. Dus het is belangrijk dat er evenwicht is in geven en nemen. Zodat je gelijkwaardig blijft. Als jij alleen maar blijft geven met de mantelzorg, zonder dat je iets terug ontvangt of open staat om terug te ontvangen, dan zal uiteindelijk vaak degene die het meest genomen heeft, de relatie verlaten. Omdat dat vernederend is om alleen maar te nemen. Dus de partner die ontvangt, die de mantelzorg ontvangt, kan op een andere manier ook teruggeven. Door dankbaarheid, door iets extra's te doen voor de partner die de mantelzorg geeft. Door bijvoorbeeld iets uit te zoeken, een film of wat dan ook, waar je samen van kunt genieten. Dus dat is het verschil tussen de ouder-kindrelatie, waarbij de ouder geeft en het kind neemt, ook al is er, ma doe jij mantelzorg voor de ouder, en de partner, waarin de partnerrelatie, als je daar mantelzorg geeft, waarbij het belangrijk is om het geven en nemen in evenwicht te houden. Wil je meer horen, iets nog uitgebreider over over het juiste houding bij mantelzorg? Dan verwijs ik nogmaals naar mijn podcast nummer 14. En ik ben ook benieuwd naar jouw ervaringen en als je wil, kun je die delen bij de reacties onder dit filmpje.